De Hartz in Noord-Duitsland is een door beken doorsneden bosrijk middelgebergte van meer dan 2000 kilometer. Een gebied dat jarenlang door zwaar bewaakte grens tussen Oost- en West-Duitsland van 5 kilometer verboden gebied is geweest. Precies het mooiste gedeelte. Van de voormalige grens is alleen nog deze wachttoren, die herinnert aan de moeilijke tijden. Ook zie je de brede gangen tussen het bosrijk gebied, die het vluchten moesten bemoeilijken. Een wandeling langs de beek de Rotterme gaf mij een gevoel van bevrijding. Met de gedachte dat het voor de bevolking een ervaring moet zijn geweest om hier niet vrij te kunnen rondlopen in deze weelderige natuur. Verhalen van ouders aan kinderen van het hoe mooi is in deze omgeving moet toch in beklemming zijn geweest van jaren. De Tuibersmauer is een door weer en wind ontstaande erosiewand, gelegen aan het oude stadje Blankenburg. Aan de zuidzijde zie je Harts. De noordkant kijk je uit op het Noord-Duitse laagvlakte. Het landbouwgebied van deze omgeving. De Tuifelmauer ligt ook aan het prachtige woud van loofbossen. In het vroege voorjaar kun je ook hier genieten van diverse voorjaarsbloemen.
Bij het dorpje Thalen vind je de enige canyon die Duitsland rijk is. De Rostrapfelsen van Bode. De rivier ontspringt in het hoogmoeras van het Brokkenmassief. De wanden van deze canyon worden ook al eeuwenlang gekerfd door deze rivier. En geeft uitzicht op de rotstraffen en de heksenstandsplaats. De Brokke met zijn 1142 meter heeft in de recente geschiedenis zijn plaats. Het gebied was sinds de muur van 1961 niet meer voor publiek toegankelijk. Deze uitkijkpost en restanten van de muur waar we voorheen liepen zijn de enige herinnering. Sinds deze val is ook weer de verbinding hersteld van deze stoomtrein tussen Wernigerode en Brokke. De voormalige grensstrook wordt ook wel de ecologische mauer genoemd, omdat de natuur hier 28 jaar onder strenge bescherming van de VOPO's heeft gestaan. Roslan, een oude keizer, rijks- en handelsstad, geldt als een stad waar je de monumentaalste allerprovaanse Romaanse Duitse bouwkunst kunt vinden. De stad heeft duizenden huizen en kerken op de monumentlijst staan, waarvan enkele honderden van voor 1550. Omdat de stad geen strategische betekenis had, werd hij niet gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog, zodat alles in goede staat is te bewonderen. Zoals dit 15e-eeuws raadhuis. En deze gildenhuizen. De Dom stamt uit de 11e eeuw en geldt als het oudste gebouw van de stad. Dit gemaal ademt het verleden uit. Dit oude gildenhuis, tot restaurant omgebouwd, geldt als een van de mooiste van de stad, waar ridder Ram elk uur van de dag je informeert.
vind je in deze omgeving het oudste houten kerkgebouw van Duitsland. Met een laatste blik op deze prachtige kerk gingen we richting huiswaarts.